Het woningmarktbeleid kan veel meer en veel beter effect hebben op het moment dat we veel beter nadenken over hoe mensen zich echt gedragen. Zolang we dat niet weten en zolang we daar ook niet goed over nadenken, blijven we eigenlijk achter de feiten aanlopen. En dan loop je een enorm risico dat je beleid op beleid blijft stapelen. De gedragseconomie leert ons dat mensen eigenlijk in het kort zich niet zo rationeel gedragen als we eigenlijk in onze modellen heel vaak aannemen. Dat heeft ook consequenties voor de woningmarkt. Dat heeft absoluut ongetwijfeld ook consequenties voor de woningmarktbeleid. Welke consequenties dat precies heeft, dat is eigenlijk de kern van ons betoog. Dat weten we niet. Daar is gewoon nog te weinig onderzoek naar gedaan. Daar zouden we veel meer onderzoek naar moeten doen. Waar zou je iets over kunnen zeggen? We hebben onderzoek gedaan naar 5 thema's. Ik kan er even 2 uitlichten. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de woningprijzen en scheefwonen, wat ook wel momenteel veel in het nieuws is. Als je kijkt naar de prijsontwikkeling op de woningmarkt, dan ontkom je er eigenlijk niet aan dan te concluderen dat dat niet alleen een proces is van vraag en aanbod dat helemaal rationeel verloopt. Er ontstaan gewoon te vaak bubbels in die markt waar ook gedragscomponenten een rol zouden kunnen spelen. Een jaar of 8 geleden hadden we een crisis, een economische crisis, die ontstond voor een belangrijk deel omdat mensen en ook banken aannamen dat woningprijzen alleen maar konden stijgen. Die crisis, daar zijn we nu weer uit aan het gaan. En nu hoor je overal de geluiden weer. Ik kan vereniging Eigen Huisquote, de Nederlandse Bankquote, die zeggen, pas op, er komt weer een bubbel aan. Want, zeggen ze, mensen realiseren zich te weinig dat een rente die nu historisch laag is, misschien ooit wel weer gaat stijgen. En dat als hun rentevaste periode afloopt, dat ze dan dus in de problemen komen. Wat kun je zeggen over scheefwonen? Ja, scheefwonen is een interessant thema. Dat geeft ook gelijk een beetje, dat is voor een onderzoeker natuurlijk interessant, de bandbreedte aan van gedragseconomie. Er zit ook een grens aan. Als je naar scheefwonen kijkt, dan komen wij eigenlijk tot de conclusie, tot de verwachting, dat het belangrijkste wat daar speelt is gewoon een simpele prijsprikkel. Zolang het prijsverschil zo groot is tussen een sociale woning en een marktwoning, een woning op de vrije markt, gaan mensen niet verhuizen. Dat betekent dus ook als je beleid gaat voeren dat je eerst daarop aan moet grijpen, wat ze nu ook doen. Dus inkomensafhankelijke huur of voorwaarden in het huurcontract dat je bij inkomensstijging moet verhuizen. Dat laat onverlet dat je natuurlijk nog wel slim kunt nadenken over hoe je dat vervolgens invoert. Dus als je het over een prijsstijging, een huurstijging hebt, ga hem dan niet geleidelijk invoeren, wat misschien wel makkelijker erdoor komt bij die mensen. Maar kondig hem van tevoren aan, over 2 jaar, en doe hem dan 1 keer met een flinke klap. Want dan, dan is de kans het grootst dat mensen ook daadwerkelijk gaan verhuizen, als je dat wil. Een groot thema in de woningmarkt is ook het wonen met zorg. Kun je daar iets over vertellen? Wonen met zorg. Wat daar interessant aan is, is dat mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dus je zou denken, daar bereiden ze zich op voor. Ze denken, nou, hoe richt ik mijn woning zo in dat ik dat kan? En dat er ook in mijn woning bijvoorbeeld geen ongelukken gaan gebeuren die ervoor gaan zorgen dat ik uiteindelijk in een verzorgingstehuis beland. In de praktijk zie je, ja, wie vindt het nou prettig om als hij 60, 65 in de bloei van zijn leven is, iemand langs te komen die zegt, goh, wanneer gaat u zorgafhankelijk worden? Moet u die drempels niet eens uit huis? Ja, dat doen mensen niet. En dus investeren ze daar te weinig in. Hoe kunnen we hiermee verder? Om te beginnen, dat heb ik al gezegd, veel meer onderzoek. Veel langer nadenken over hoe mensen zich echt gedragen en daarbij zoveel mogelijk inzichten gebruiken. Psychologie, economie, bestuurskunde, verandermanagement, al die inzichten vertellen iets over de mogelijke effecten van je beleid. Dus dat is het eerste. Het tweede is, als je het in gaat voeren, begin dan klein en kijk wat er gebeurt. Experimenteren. En tenslotte, als je dan overtuigd bent dat het zal werken, voer het dan pas landelijk in. En dan nog, meten. Meten.